Ook prima. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloedje nieuwe vlog. Mijn naam is Karen Stammel van de Werf. Mijn man die heet Roderick Stammel van de Werf. En het is vandaag dinsdag 4 augustus 2020 alweer. Ja. En het is nu 20 over. Nee, het is 20 over jou. Hè. Het is nu 20 voor 1 in de middag. Ja. Het is mooi weer. Ik ga nog eventjes mijn haar even doen. Want ik ben al onder de douche geweest. Dus het scheelt weer. Maar ik ga nu eventjes de hondjes doen. En dan zien jullie mij zo meteen nog weer. Zij zit heel mooi. Daar liggen de twee dames heel mooi. Maar hebben jullie ergens anders zin in dan? Om wat te gaan doen? Eventjes jullie blaasjes even legen. Want ik moet met jullie meelopen. Dus dan gaan we toch samen plasje poepen doen. Alleen ik heb het al gedaan. Ik heb al gedoucht en alles. Dus, gaan jullie met mij mee? Goed zo. Nou, ik ben dus even aan het experimenteren. Of dit gaat werken. Ik weet niet of het gaat werken. Maar dat zien we dan wel weer. Maar de twee zusjes aan eigenlijk maar één lijn. Moeten ze in principe gewoon samen gaan werken. Dus dan heb ik maar lekker twee lijnen in plaats van drie lijnen. En tot nu toe, het is eventjes in het begin dat ze daar trekken. Maar daarna, nou ja, je ziet het. Het is lekker rustig. Ik vind het prima zo. Als zij weer weg wil, ja, dan moet ze haar zus mee trekken. Dat is het leukste. Kom maar. Kom maar. Trekken. Trek je zus maar mee. Kom maar. Ja. En dan trek ik wel even mee. Even een beetje met jou, want jij wil door. Jij wilt door, alleen je zus is wat sterker, schat, nog. Daarom dat ik het ook zo doe. Ja. Nee, kom, liefie. Jut, kom. Jutti, kom. Niet spelen aan de lijn. Even stilstaan. Nee, Beauty, kom. Wijfie, kom, ga mee. Kom, Jut. Oh ja, oké. Okay. Prima. Leed, ga eens even op de stoep alsjeblieft. Ook prima. Hi. Nou, ik denk, ik doe mijn computer aan. Oh, en dan ga je weg. En je mag hier wel liggen hoor. Mag wel. Als jij hier wil liggen. Nee, toch maar niet. Ga je binnen? Ja. Zo, nou als ik hier mag wonen, dan ben ik helemaal tevreden hoor. Ja, lekker op een eiland alleen bijna. Hey. Maar dan word ik ook niet gelukkig hoor, denk ik. Nee. Ik heb deze mee, ik heb die mee, want ik ga de magnetron schoonmaken. Jip. Yep. Hij is nu gewoon echt vies. Ik zal het laten zien. Hij is echt gewoon eeuw vies. Nou, daar komt zo meteen verandering in.
Alleen ik mag rode dag ik er niet op hebben. Dus ik loop wel even aan deze kant. Ja, ik mag rode wel op hebben, maar zijn bedrijfspak niet. Maar ik heb boodschappen gehaald. En het is een beetje zwaar voor mijn rugje, maar maakt helemaal niet uit. Maakt helemaal niet uit. Maar ik ga. En ik heb ook voor rode even boodschappen gedaan. Boxershorts. Maatje XL, lekker zwart en blauw. Want hij wou geen grijs of geblokte boxers. Dus. Ach ja. Ieder zijn ding. Yes, maakt niet uit. Ja. Ik ga even unboxen wat ik heb gehaald bij de winkels. Dus ga er lekker klaar voor zitten. En dan krijg je het te zien. Zo, nou, ik laat het even lekker aan jullie zien wat ik heb gekocht. Twee keer Dusty. Dusty en Dusty. Yes. Die zet ik even hier neer. Dan heb ik ook nog iets anders leuks gekocht. Dus, dit is dus namelijk bij de Vibra trouwens, enigszins. Dit heb ik bij de Action gehaald. Ik vond hem erg leuk, moet ik zeggen. Ja. Ik vond hem erg leuk. Dus die heb ik gehaald. Deze heb ik ook gehaald. Die kijk mooi zo in. Nou ja, dit is niet voor mij hoor, maar dat is voor mijn moeder. Deze heb ik voor haar gehaald. Dan kan dit weer mooi bij haar gedenkhoekje. Ik vond hem heel leuk. Die heb ik voor haar gehaald. Dan heb ik deze voor mijn soort van zus gehaald. Want die was gisteren jarig. Dat was 3 augustus. Vandaag is mijn buurvrouwtje beneden jarig. Daarvoor heb ik deze gehaald. Ik vond hem erg leuk. Ja. Yep. Dan heb ik voor Ro deze gehaald, dat weet hij. Yes. En dan heb ik deze voor de stofzuiger gehaald, die ik nu net nieuw heb. En deze dingen heb ik gehaald. Roderick wist niet wat het was, dus ik heb het maar gehaald. En ik heb even heel veel scheerschuim gehaald. Ja. Niet voor mezelf hoor, ja, ook wel. Gewoon alleen lekker voor in huis. Lekker goedkoop ook. Dus dat heb ik gehaald. Dus ja. Die kan daar naartoe. Dus ja. Even. Deze moet ik sowieso inpakken. En ik ga deze eens eventjes helemaal openmaken. Samen met jullie. Even een schaartje zien te vinden. Als ik een schaartje heb. Dat is ook handig. Schaartje zoeken. Ja, schaartje. Als ik een schaartje kan vinden, joh. Huh? Dat is zo handig. En ik had genoeg scharen. Maar waar ik mijn scharen heb gelaten, ik weet het niet. Het zal wel. Maar, ja, joh. Dames, doe eens rustig of zo. Ga ik het ook hiermee doen? Waarschijnlijk niet. Even zo. Zo. Nee, dat gaat dus niet. Nou, ik ga even een schaartje pakken en dan ben ik zo weer bij jullie terug. Hey, ik heb een schaar gevonden, mensen. Nou, ik ga hem even openmaken. Dan zie je het hele pakketje eigenlijk ook beter. Zo. Ja, ik ben ook lekker bruin geworden. Kijk, moet je kijken. Lekker toch? Even deze nog er even afknippen. Dan kan ik hem helemaal... Oh, wauw, mensen. Nou, ik laat hem nog een keertje zien. Hoe mooi hij wel niet is, hè? Kikken. Ik vind hem heel gaaf. Hij zit op een kussentje. Oh. Wil ik hem even openmaken? Ja hoor.
een heel mooi kussentje, zit hij. Heel mooi. Dan zou je zeggen, ja maar Karen, hoe zit hij vast? Nou, dat laat ik je zien. Ik vind hem heel grappig ook. Ik zou jullie het even laten zien hoe die vast zit. Normaal, dan zou het dus hier vastzitten. Maar het zit dus nu helemaal er doorheen. Dus ik vind het wel heel mooi. Ik vind hem heel grappig ook. En ik heb nu gewoon meerdere bandjes. Hij is gaaf, hè? Zo, Karen heeft weer een horloge om. Die is grappig, ja. Ja, ja, Karen heeft weer een horloge. Nou. Gaat deze er ook weer omheen. Vind ik wel zo nice, hè, vanzelf. Kijk. Zo. En dan zit hij er weer in. Dan gaat hij gewoon weer heel netjes hier. Erin. Zo. En dan moet ik hem nog even op tijd zetten zelf. Ook een hele handige, even op tijd zetten. En even het plastic ervan afhalen. Kijk, even het plastic ervan afhalen. Ook erg handig. En even op tijd zetten. Dus bijna kwart over. Zal ik even weer het horloge even ervan afhalen. En even kijken. Oh, dat rennen. Het is nu 4 uur geweest. Dus even kijken. En het is bijna kwart over. Het is nou 12 over. Oké, dat is 10. 11, 12. En hij doet het. Hij doet het. Hij doet het. Yes. Hij doet het. Dat is lekker hoor. Nou, Karen heeft dus nu weer een werkend horloge. Ja. En met nog 4 extra bandjes. Ik zeg, ik ben er weer blij mee. Kereltje. Hey. Nee, ben ik lief. Ja. Nee. Oeh, lekker hè. Oeh. Hey. Fruitje gaat even naar de wc. Mag dat? Vast wel hè. Jawel. Oh. Ga je weer liggen? Goed zo. Ga je weer liggen, vent. Ja.
mooie blauwe velgen. Ja, ik ga deze vlog lekker afsluiten. Het is inmiddels 9:55 in de avond. Ik ga ook zo lekker op tijd mijn bedje in. Want ik heb pijn in mijn rug. Een hoop gedaan vandaag. Morgen ook weer een hoop doen. Morgen krijg ik mijn schoonouders op bezoek. Die willen ook niet in elke vlog filmen en me straks bij. Nee, een grapje. Natuurlijk niet. Maar ik vraag het al even. Maar dat komt wel goed. Voor nu sluit ik lekker deze vlog af. Abonneren. Een belletje aan. Duimpje omhoog. En reageren. Want meer dan de helft is nog niet geabonneerd. Abonneren. Dankjewel. Tot morgen bij een gloednieuwe vlog.